Ja, de trofee gaan we laten bekendmaken, of de winnares gaan laten bekendmaken door Dominique Reins van de Gent Ladies. Die is hier al op het podium verschenen. Wij gaan ze nog eens uitnodigen samen met de genomineerden. Daar zijn ze alle drie. Wensen elkaar nog geluk op het podium, bij op het podium komen. Tom, ga je gang. Kom wat dichter. Tinnis. Van Wust Wezel FC. Ja, ik kan me er nog niet zoveel bij voorstellen, want ik ben er nog nooit geweest. Hoe gaat het daar? Het is een familieclubje, waar heel veel sfeer hangt en die heel goed voetbalt. En dat is Wust Wezel. Met ambitie ook? Sowieso. Ja, we zullen zien de komende jaren. Maar Wust Wezel heeft heel veel ambitie. Want nu al tweede? Ja, ik was graag eerste geweest, maar het is jammer gelukt, niet gelukt van jaar. Dus volgend jaar. Hebben jullie ambitie om die stap verder te zetten of wat hebben jullie nog nodig? Zeker best. Ja, we doen ons best en we zullen wel zien. Ik wens je veel succes. Eva, voorwaarts zweven zeden. Bij mannenvoetbal is dat een hele ambitieuze club. Is dat bij de vrouwen ook zo? Ja, absoluut. Ja. We zijn van eerst provinciaal naar eerst nationaal gevorderd. Dus, ja, het is altijd de ambitie geweest om hoog te eindigen en dit jaar hebben we dat ook gedaan. We hebben kampioen gespeeld, dus ja, we gaan zien wat op de toekomst brengt. Dat is eerste nationale. Is er een groot niveauverschil tussen beide reeksen, denk je? Ja, ik zou het nog niet weten. Ik heb er nog nooit gespeeld, dus we gaan het zien. Ik heb wel van me horen zeggen dat dat toch een niveauverschil is, dat qua snelheid aanpassen is, maar we zullen zien. We hebben een ambitie om toch wel in de middenmoot te eindigen, dus we zullen zien volgend jaar. Nog twee matchen. Ik veronderstel, jullie willen zonder nederlaag afsluiten, toch? Ja, absoluut. We hebben nog de derby tegen Eghem, wat absoluut een hoogtepunt is in het seizoen. En we willen die zeker niet verliezen. En dan onze eindmatch tegen Brunout, daar gaan we er een waar kampioenfeestje van maken. Oh, daar moeten we bij zijn. Veel succes alleszins. Ja, en Olsa Brakel, is dat een beetje een goed huwelijk? Ja. Ben je er graag? Ja, heel graag. Want Olsa doet veel voor de jeugd. We zijn een kleine ploeg. Allee, toen was vrouw. Maar wij vechten voor elkaar en dat is het schoonste wat er is. Welke rol heb jij op het veld? Een spits. Doelpunten maken is jouw passie. Probeer. Ja. Ik wens je heel veel succes. Wie van de drie? Dominique. Kom een beetje centraler. Kijk, ze gunnen het elkaar. Dat zie je nu al. Dat is ook het mooie aan het amateurvoetbal natuurlijk. Heel veel sympathie voor elkaar. Gaan we bekendmaken? Ja. Op mijn briefje staat hier van de hele vele reclamemaker voor Karl van Nieuwkerk. Alsjeblieft. Veel minder bekend is Tom Boudewijn, maar geeft hem ook nog een hartelijk applausje. En vanavond op de derde plaats Hazebroek Jana. En dan gaan we naar de laureaten in tweede nationale bij de vrouwen. Het gaat tussen Tine van den Berg en Eva de Park. Op de eerste plaats is geëindigd. Ondanks het feit dat ik heel veel sympathie heb voor Tine van den Berg, de Park Eva. Eva de Park pakt de trofee mee naar Zwevenzeelen. Dus zoals Tom zegt, zeer ambitieuze ploeg van voorzitter Tom de Grote. Zijn ook van vierde provinciale bij de mannen naar derde amateur gestegen. Doe maar nu nog mee aan de eindronde. Ook hebben de eerste periodetitel gepakt. En ook bij de vrouwen, dus van eerste provinciale naar eerste klasse op een jaar of drie tijd. Dat is een hele straffe kost. Proficiat Eva.